kijken hier naar Jolanda van Zetten met haar Mary Whitney. In deze video wil ik graag laten zien wat het effect van een contraststelling kan zijn. Hiervoor gebruik ik fragmenten uit hun allereerste les. Whitney is een behoorlijk scheef paard wat hierdoor zichzelf letterlijk helemaal heeft vastgelopen. Op deze beelden is duidelijk veel spanning bij het paard te zien. Ze houdt haar hele lichaam vast en strak. Het constante gezwiep met haar staart geeft duidelijk aan dat zij dit onprettig vindt. Dit paard is meerdere malen behandeld door een fysiotherapeut en een osteopaat, maar bleef veel spanning tonen tijdens het rijden en het ging eigenlijk bergafwaarts met haar. Zowel ruiter als paard hadden geen plezier meer in het rijden. Jolanda benaderde mij met dit verhaal en vertelde er letterlijk bij dat ik haar laatste hoop was. Zij zou niet meer weten hoe anders nog verder te gaan met Whitney en of het ooit nog goed zou kunnen komen. Al tijdens de eerste les is er veel veranderd in het paard. Dat zal in deze video duidelijk worden. Whitney is een rechtsgebogen paard. De korte, sterke, stijve spieren aan de rechterkant trekken de rechterzijde van haar lichaam hol en zorgen voor een verkeerd verticaal evenwicht. Hierdoor is het voor Whitney onmogelijk om te ontspannen in haar lijf. Doordat de rechterkant zo kort en stijf is, zijn we begonnen met de contraststelling in de holle richting. Daarmee maken we de korte spieren langer en die zullen dan niet langer meer de wervelkolom hol trekken naar rechts. Door de rechterzijde van het paard te stretchen, komt ze recht en zal ze zich kunnen gaan ontspannen. Er is nu al verschil te zien in de manier van bewegen van het paard. Ze zwiept niet meer met haar staart en beweegt ruimer zonder taktfouten. Zo nu en dan komt er een stukje ontspanning. Het is voor de ruiter altijd even wennen om deze nieuwe benadering van rijden toe te passen. In principe is dit een hele simpele oefening, maar je moet wel een aantal aandachtspunten goed in de gaten houden. De contraststelling is nodig om het paard vanuit de buitenteugel recht te richten, in dit geval de korte spieren langer te maken. De binnenteugel heeft dan ook geen functie en moet zoveel mogelijk met rust gelaten worden. De ruiter stuurt het paard zijn hoofd naar buiten door de buitenteugel van de hals te brengen en een openingsteugel te rijden. Belangrijk is dat de ruiter zijn arm gebogen houdt en niet vastzet. Liever een iets hogere arm dan een gestrekte arm die zichzelf vastzet. Op het moment dat het paard recht komt, dan zal hij de voorwaarts-neerwaartse tendens bereiken en de buitenteugel volgen. De ruiter kan dit voelen in zijn hand. Het paard vraagt dan als het ware de teugel terug. Als de ruiter hem geeft, zal het paard zijn hoofd en hals laten zakken. Dit duurt meestal maar even in het begin, omdat het paard al snel weer in zijn natuurlijke scheefheid zal terugvallen. Op het moment dat het paard zichzelf weer scheef maakt en aanspant, gaat de ruiter wederom terug naar de contraststelling. Door dit consequent toe te passen, zal het paard nagevelijk worden aan de buitenteugel en dan komt vervolgens de binnenteugel er ook weer bij. Die kan in het begin alleen maar verkeerde steun geven aan het paard en wordt daarom ook zoveel mogelijk vermeden. Voor veel ruiters is het moeilijk om de binnenteugel niet te gebruiken. Toch is dit heel belangrijk omdat veel paarden verkeerde steun op de binnenteugel zoeken en ze dit belemmert om zichzelf vanuit de buitenteugel recht te zetten. Vervolgens hebben we met Whitney ook nog contraststelling in de bolle richting gereden, in haar geval de linkerhand. De contraststelling in de bolle richting voorkomt dat het paard op de schouder kan vallen en zorgt er tevens voor dat we gelijke aanleuning krijgen. In deze richting is het des te belangrijker dat het paard geen steun krijgt op de binnenteugel alvorens hij de buitenteugel aanneemt en volgt. Een rechtsgebogen paard zoekt namelijk meer contact op de linkerteugel en neemt de rechter moeilijker aan. De contraststelling in de bolle richting nodigt het paard uit de rechterteugel aan te nemen en als het paard die dan volgt, kan de ruiter het paard recht zetten door de rechterteugel te laten volgen. Doordat Whitney behoorlijk scheef is en zo vast zit in haar lijf, zou de ontspanning niet gelijk een feit zijn. Bij sommige paarden gaat dit heel snel,
maar bij Whitney zal dit iets meer tijd in beslag gaan nemen. Zij zal elke training sneller gaan ontspannen en ook langer recht en ontspannen blijven. In vergelijking tot het begin van deze video geeft het paard al wel een heel ander beeld. Dus er is zeker al een heel mooi begin gemaakt. Dit paard zal moeten leren rechtgericht en ontspannen onder de ruiter te bewegen. Als ze dat eenmaal kan, zal ze zeker veel plezier in haar werk gaan krijgen, omdat het dan prettig aanvoelt en ook fijn is voor het paard.